Artikel 3.25 van de wet inkomstenbelasting 2001 zegt dat de winst van een ondernemer moet worden vastgesteld op grond van goedkoopmansgebruik, daar waar het gaat om het vaststellen van de jaarwinst. Nou, we staan hier bij een ondernemer die vis verkoopt. En de vraag die gesteld zou kunnen worden, wat betekent nou artikel 3.25 voor mij? Nou, het antwoord is, dat betekent dat u heel goed een boekhouding moet bijhouden. Net als elk ondernemer moet je ook fiscaal een ondernemer zijn die een goede boekhouding bijhoudt. Die boekhouding in Nederland is heel bijzonder, omdat wij regels kennen die fiscaal afwijkend zijn van de gewone boekhoudregels. De vraag is, wat zijn nu die fiscale regels die goedkoopmansgebruik behelzen? In wezen kennen wij drie beginselen van goedkoopmansgebruik. Het eerste beginsel is realiteit, het tweede is voorzichtigheid en het derde is eenvoud. Als we nou onze visboer als voorbeeld nemen, realiteit houdt in dat je de winst moet vaststellen met realiteitszin. Stel, deze ondernemer, deze visboer, krijgt een opdracht om een visbanket te leveren voor een feestje, voor een groot feest. Wanneer moet deze meneer nu winst nemen op die order? Is dat het moment dat hij de bestelling binnenkrijgt? Is dat het moment dat hij het visbanket levert? Of is dat het moment van betaling? Nou, de realiteitsregel van goedkoopmansgebruik zegt dat je de winst moet nemen uiterlijk op het moment dat de vis geleverd wordt. Daarnaast kennen we voorzichtigheid. Je mag redelijk voorzichtig zijn, dus je hoeft niet de winst al te nemen op het moment dat de bestelling binnenkomt, want die kan altijd nog worden afgezegd. Maar je mag ook niet wachten tot het moment van betaling. Dan ben je weer te voorzichtig en ben je in strijd met de realiteit. Een derde eis naast realiteit en voorzichtigheid is het eenvoudsbeginsel. Je mag niet eisen stellen aan zo'n visboer die verder gaan dan passen bij zijn bedrijf. Je kunt dus aan een multinational verdergaande eisen stellen dan aan een kleine ondernemer. Dus je mag eenvoudselementen toepassen in je winstberekening. De vraag is, hoe is dat nu gegaan met dat begrip goedkoopmansgebruik? Want zoals gezegd, goedkoopmansgebruik staat in artikel 3.25 van de wet, inkomstenbelasting, en bevat eigenlijk maar één echte term die het begrip verklaart. En dat is het begrip goedkoopmansgebruik is bepalend voor de jaarwinst. Hoe is dat nou te verklaren dat je met één term dat hele jaarwinstbegrip probeert te coveren? Nou, dat komt omdat de wetgever bewust heeft gezegd, ik wil een open norm hebben. Ik wil niet die norm in allerlei kleine regeltjes gaan vastleggen, want dan ga ik de praktijk voor de voeten lopen. Laat de rechter maar invullen wat verstaan wordt onder goedkoopmansgebruik, zodat je je kunt aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, aan nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap, nieuwe ontwikkelingen in de technologie. En op die manier is er een heel bouwwerk ontstaan van jurisprudentie, waarin inhoud wordt gegeven aan die drie beginselen van goedkoopmansgebruik: realiteit, voorzichtigheid en eenvoud. Het voordeel daarvan is dat je dus inderdaad een winstbegrip hebt dat aansluit bij wat nieuw is, een dynamisch begrip. Het nadeel is echter dat belastingplichtigen niet altijd precies weten wat goedkoopmansgebruik inhoudt. Omdat niet elke situatie door de rechter behandeld is en je ook iedere keer weer moet afwachten wat de rechter zal gaan oordelen over zo'n begrip. En dat is de discussie die wij voeren in de wetenschap. Zou je toch niet wat meer handen en voeten moeten geven in die wetgeving aan dat nu hele open begrip goedkoopmansgebruik?